František Kupka heeft in 1907 dit schilderij gemaakt. Het heeft als titel Het Gele Gamma. Dat mogen duidelijk zijn, want alle mogelijke tinten die verkrijgbaar zijn vanuit het geel, die te maken zijn vanuit het geel, zijn hierop terug te vinden. We hebben hier de tertiaire kleur in de stoel, gemaakt met het violet, het geel en het violet. Ik heb hiernaast nog een paneeltje neergelegd met eigenlijk ook het gele gamma, gemaakt met de transparante kleuren van Old Holland Classic Oil Colors. En dan zie je dat eigenlijk terugkomen, die violette tinten die hier zitten, violet met daaroverheen een transparant geelachtige. Hier de violette tonen van de tertiaire kleur van geel. De secundaire groen komt er natuurlijk in voor. Hij heeft ook wel wat wit gebruikt. Je ziet hier ter ophoging van, van dat kussen bijvoorbeeld en van de trui hier en daar ter lichtophoging dat wit gebruikt. Hier zit trouwens ook nog zo'n tertiaire kleurtje met wat wit. Dat violet wit. Tertiaire kleur. De groenen in het gezicht. Je hebt zelfs een beetje met het wit naar de emerald green in de ogen. Hier en daar als schaduw in de trui. De oranje tinten. Het geel met het rood. Hier mooi te zien ook weer in het gamma. En hier natuurlijk de groene reeks. En zo heeft eigenlijk Kupka dit schilderij gemaakt. Het heeft natuurlijk ook als titel, dat zei ik al, Het Gele Gamma. Ik vind het een prachtig schilderij, waaruit eigenlijk heel makkelijk al die mogelijkheden met de kleur geel te lezen zijn.